Yes, ik ben Martijn en dit is DJI's nieuwe actioncam, de DJI Action 2. DJI heeft de boel omgegooid en een compleet nieuwe camera geproduceerd ten opzichte van wat we gewend waren van de DJI Osmo Action of hun concurrentie bij GoPro. Het resultaat is deze ongelooflijk kleine modulaire camera. Modulair betekent eigenlijk dat je verschillende onderdelen kan koppelen, lostrekken en verwisselen voor andere opzetstukken. Dan kan je twee versies krijgen van de DJI Action 2. De ene heet Dual Screen Combo en geeft je een blok met een tweede scherm. Of de Power Combo, dat is hetzelfde blok alleen dan zonder tweede scherm. En vooral dat scherm zorgt voor een prijsverschil tussen die twee combo's. Dat is in ieder geval zo op het moment dat ik deze video opneem. Wat er in de toekomst met prijzen gebeurt, geen idee. Voor de actuele prijs klik even op de i hier rechtsboven in de video. Ik heb hier de Dual Screen Combo en als je deze set koopt krijg je uit de doos dus twee losse onderdelen. De camera zelf en de front touchscreen module. Het idee is dat je de camera los kan gebruiken. Hij heeft 32 gig intern geheugen en dus zijn eigen scherm. En als je die tweede module erop klikt krijg je extra batterijduur, dat selfie-scherm dus. Plus je kan er ook nog een micro SD-kaart in plaatsen zodat je tot wel 256 gig aan geheugen kan meenemen. Verder in de doos zit ook nog de ketting waardoor je hem op je borst kan dragen en hoe dat werkt laat ik zo zien. Een statiefkopje waar je de camera op kan klikken en die met een schroefdraad op een tripod geplaatst kan worden. Je krijgt ook een herbruikbare sticker, dus deze kan je opplakken, loshalen, afdichten en later weer ergens anders opplakken. En dit stuk is ook handig, hiermee kan je hem gebruiken met originele Osmo Action accessoires of accessoires die je misschien hebt van je GoPro. En je krijgt een USB-C oplaadkabel uiteraard. Oké, alles werkt super makkelijk met een magnetisch kliksysteem. En hij heeft ook pootjes waardoor ze echt muurvast aan elkaar zitten. Je hoeft je totaal geen zorgen te maken over dat het losschiet. Nou, dat die magnetisch is, is heel erg vet. Want je kan nu deze camera heel makkelijk plaatsen op plekken waar je normaal een mount of een klem voor nodig had. Ook hier plak je hem op, al voelt het net iets te slap om met een veilig gevoel over de snelweg heen te rijden. Nou goed, hier gewoon door de wijk met wegen van 50 km per uur. Wauw, dat durf ik wel aan. Wat echt handig is, is dat je de camera kan besturen vanuit de DJI Mimo app. Je kan live zien wat de camera ziet. Hij staat nu hier op het dak en je kan dus ook op record en stop recorden klikken wanneer je dat wil. Dus je kan gewoon wachten op een moment waarvan je denkt, ja, dat is cool. Zoals als die tram komt. En dan de vetste shots maken die je wilt. En dan hoef je later niet in een bestand van 45 minuten te zoeken naar het beste shot. Maar heb je gewoon alleen maar het shot wat je wilt. We moeten eraan. Nou, en als we dan toch in die app zitten, die app heb je nodig om firmware updates te doen en die updates wil je ook echt doen. De camera kan namelijk 120 frames filmen in 4K en 240 frames in 1080p, alleen kan die dat niet direct uit de doos en heb je die firmware updates dus voor nodig. Nou, die eerste firmware update die staat hier gewoon in beeld zoals je ziet. Ik ga hem aanklikken zodat ik die framerates kan unlocken. Dus gebruik de app, update je camera zodat je het meeste uit deze Action 2 kan halen. Oké, audio. Je luistert nu naar de interne microfoon van de cameramodule. In windige omstandigheden zoals nu op de fiets kan het zijn dat je de wind ook echt hoort. Maar de audio wordt wel beter als je de powermodule of de frontscreen module gebruikt, want die heeft drie extra microfoons. Oké, die front display module zit er nu op. Als het goed is klinkt de audio nu beter. Kijken wat er gebeurt als ik een beetje tempo maak. Ik hoor in ieder geval de wind wel suizen in mijn oren. Hopelijk niet op de camera. Maar ja, voor een actioncam microfoon klinkt het eigenlijk best wel goed. Koe, blijf hier, koe. Koe, ik heb je nodig voor mijn shot. Je hebt dus de frame rates, de audio en daarnaast heeft deze camera ook een grotere sensor.
Het geeft betere beeldkwaliteit, dus meer dynamic range en de kleuren zijn ook beter. Maar goed, het is wel echt een grauwe en grijze dag, dus of dat nu echt overkomt, misschien niet echt. Of niet, Koetje? Lelijke dag, hè? Ja, als het gras maar goed is. Dan de kijkhoek. Uit de doos staat hij op standaard D-Warp, maar hij kan ook naar super wide voor een kijkhoek van 155 graden. En dat is echt sick. Het is een wijdere hoek dan die je krijgt van een GoPro. Moet je kijken, ik kan mijn arm niet eens uit beeld strekken. En je krijgt natuurlijk ook bizarre warp effecten zoals je ziet. Ja, die kijkhoek is echt belachelijk groot. Misschien vind je het belachelijk of belachelijk vet. Ik in ieder geval het tweede. Waar je wel rekening mee moet houden is dat de stabilisatie bij standaard D-Warp, dus bij een kleinere kijkhoek, beter is dan bij de super wide zoals dit. Dan heb je natuurlijk ook nog de ketting. Die kan je om je nek doen om een cool POV shot te maken. Hij bestaat uit twee onderdelen. Dat magnetische stukje moet er even vanaf voordat je hem om je nek doet. Je hebt een handig schuifje waarmee je hem wat strakker kan doen, zodat hij niet super laag zit. Deze gaat onder je shirt. Kijken waar die zit. Ja, perfect. De magneet gaat op je camera, op de onderkant. En dan gaat hij op zijn kop, op je borst. En je kan filmen. Sorry, ik voel me Iron Man. Het is een vet shot en hij zit echt goed genoeg vast zodat je je veilig voelt om ermee rond te lopen. En dat zie je ook goed terug in deze shots waar ik door mijn studio heen loop en alles aanzet om deze video te kunnen gaan filmen. Een groot voordeel van deze camera is zijn gewicht. Hij weegt maar 56 gram en dat is een stuk lichter dan de DJI Osmo Action of andere action cams. En daarom kan je hem heel erg goed gebruiken voor bijvoorbeeld op je eigen gebouwde FPV drone. Door het lichte gewicht zorg je ervoor dat je drone langer kan vliegen. Daarnaast heeft deze camera een gigantische kijkhoek waardoor je meer ziet en door die kijkhoek lijkt het ook nog eens of je sneller vliegt. Nou is dit geen zelfgebouwde FPV drone, maar de DJI Mavic 3. En die heeft al een dikke gimbal met twee camera's, dus deze camera bovenop is een beetje zinloos. Het is wel een mooie kans voor mij om te zeggen, als je een video wil zien over de Mavic 3, klik even hier rechtsboven op de i. Mooi. Die zit ook lekker in deze video verwerkt. Terug. Jij mag terug. Waar je wel goed op moet letten is dat het scherm niet vervangbaar is. Dus als je hem krast of barst of je gebruikt hem op je FPV drone en hij stort neer waardoor je schade hebt, dan moet je deze camera dus wel echt opsturen voor reparatie. De camera is waterdicht, maar dat geldt wel alleen voor de camera module. Dus als je hem in combinatie gebruikt met de power module of deze schermmodule, is hij niet meer waterdicht. Dat komt natuurlijk omdat de SD-kaart slot hier zit en ook de USB-C oplaadpoort is gewoon open. Je kan dit onder water gebruiken, maar dan moet je er een case omheen doen en dat zorgt dan weer voor dat de audio een stuk minder is. Dus dat zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Goed, dat was hem dan voor de eerste indruk voor de DJI Action 2. Ik vind het heel tof om te zien dat we eindelijk weer iets anders in onze handen hebben dan we gewend zijn. En ik kan een hoop situaties verzinnen waar deze camera heel handig is, omdat je hem overal kan opplakken en ook snel kan wisselen tussen verschillende cameraposities. Heb je nog vragen over de DJI Action 2? Laat ze dan weten onder deze video in de comments. Dan spreken we elkaar daar. En voor nu, thanks voor het kijken en ik zie je graag in een volgende video. Doeg!